Adams. Wat zijn jullie daar aan het doen? Wilt u de laptop van Emma echt naar beneden gooien? Wat heeft het voor een zin? Al het materiaal van Emma staat toch in de cloud. Weet je wat? Blijf daar staan. Ik kom naar jullie toe. Als jullie de volgende keer een laptop willen laten verdwijnen, aan wie vraag je dat dan? Moi. Maar jij bent toch gewoon een goochelaar? Goochelaar? Pardon, ik ben illusionist, hè? Ja, precies. Jij kunt niet echt dingen laten verdwijnen. Je doet gewoon alsof. Wat hij zegt. Ja, maar als je het goed doet, dan zie je het verschil niet. Trouwens, deze actie maakt jullie wel heel verdacht. Waar zijn jullie zo bang voor? Huh? Ik begin nu al wel heel nieuwsgierig te raken naar die juice map van jullie. Mathieu moet het weten. Kom mee. Eerst drukken jullie die sleutel achterover. Daarna jatten jullie een laptop en willen die ook nog eens te pletten gooien? Wat is dat voor gekkigheid? En waarom zijn jullie zo zenuwachtig? Omdat jullie weten wat voor juice er over jullie is, hm? Of niet? We zijn gewoon bang dat ze met die juice dat... Gast, straks hebben we iets heel anders over ons. Hou je mond. Ik weet het niet. Laten we maar gaan kijken dan. Nee, wat? Good morning! En welkom bij je dagelijkse shot vitamine, oftewel Emma's juice. Het belooft een hele sappige uitzending te worden, waar straks iedereen, en ik zeg iedereen het over gaat hebben op het schoolplein. Ken je toevallig deze schattige tweeling? Het zijn Aaron en Quinn Bezemer. Je kent ze misschien wel van TikTok en YouTube. Nou, ze kunnen nog iets op hun cv erbij schrijven, namelijk fraude. Het zijn twee fraudeurs. Ze hebben namelijk gefraudeerd bij hun opleiding. En ik zou Emma niet zijn als ik de beelden niet had. Yo, kan je niet even kloppen of zo? Hey, zo begroet zij je redder in nood niet, hè? Wat dan? Ja, die 7 voor wiskunde, die heb jij in de pocket. Echt? Ja, serieus. Ja, ik kon geen 10 voor je scoren, want ja, dat zou iets te veel opvallen. Dus ik heb expres een paar foutjes gemaakt. Oh, dat is fantastisch. Ja. Ja, Peter, man, anders had ik het echt niet gehaald. En dan moest ik blijven zitten. Ziet voor je? Een heel jaar. Opnieuw. Ja. Dat doe ik echt niet. Nee, dat kan niet. Jij ging biologie doen voor mij, toch? Want die organen en de functie, dat is echt niet... Niet mijn ding. Natuurlijk. Ja, komt goed. Hé, over organen en functie gesproken, hè? Kan je me even alleen laten? Want hier wil je niet bij zijn. Ja. Nee. Duidelijk. Tja, dat zijn van die dingen die je kunt doen als je een eigen tweeling bent. Elkaars examen maken. Hartstikke lachen natuurlijk. Maar ook illegaal en strafbaar. Deze twee gasten raken niet alleen hun diploma kwijt, ze worden ook nog eens van school getrapt. Ik ben benieuwd welke school ze hierna nog gaat aannemen. Ik zou ze in ieder geval de deur wijzen. Jammer, Quinn en Aaron. Heel veel plezier met jullie verdere carrière als putjescheppers. Bye bye, zwaai zwaai. Tot morgen, wortelkindjes. Nou. Jongens, dit is echt heel strafbaar. Daarom zijn we ook zo bang. Dit mag echt niet uitkomen. En weten jullie waar die beelden vandaan komen? Ja, volgens mij staat daar mijn elektrische tandenborstel op. Ja. Wacht even, laat maar raden. Hebben jullie die ongeveer een half jaar geleden gekregen? Van een nieuw merk genaamd Ma-M? Ja. Ma-M? Emma? Ze had er dus een camera in verstopt. Shit, daar heb ik nooit aan gedacht eigenlijk. Camera in een kruimeldief, een robotstofzuiger en nu een elektrische tandenborstel. Die Emma is wel slim, hoor. Dude, jij verdedigt dit? Het is hartstikke fout wat ze heeft gedaan. Ze heeft mensen stiekem gefilmd en nu brengt ze hun geheimen naar buiten om ze kapot te maken. Dat is toch belachelijk? Ik zeg ook niet dat ik het goed vind, maar het is wel heel slim bedacht. Ja.
Kijk eens. Lekker koffietje. Oh, lekker. Heb je ook suiker? Oh, shit. Vergeet. Ga ik even halen. Nee. Wacht. Simsalabim. Oh, wat? Lekker, man. Ja. Hey, trouwens, ben je ook benieuwd wat Kun en Aaron te zien krijgen? Oh, dat gaan we echt niet te horen krijgen, hoor. Chardonnay en Mathieu hebben alles overgenomen en ons weer buiten gelaten. Dat is gek, toch? Ja, maar ze vertellen ons toch wel alles? Ja, alles wat ze kwijt willen. Ik heb nog geen juice gehoord. Dat is zo, maar misschien maar beter ook. Want ik weet niet wat ze over mij hebben, maar ik wil ook niet dat het met iedereen gedeeld wordt. Nou, ik vind het wel heel weinig, hè. Je kan ook gebruik maken van de groep, samenwerken. Nu weten we alleen dat die allergiepen van jullie is. Is dat zo? Dat wist ik niet eens. Ja, ze heeft een of andere heftige allergie of zo tegen noten. Nou, vervelend worden, maar ik vond haar heel onsympathiek op het feest. Oh ja? Ze duwde hem gewoon echt heel ruw aan de kant. Hoezo dat? Party, party! Hey! Doe normaal, man. Ja, ga dan aan de kant. Jij loopt tegen mij aan. Ja, dus laat mij even lekker met rust, joh. Relax. Wil je anders even een drankje of zo? Nou, nee, dankjewel. Ik ga liever naar de mensen die ik wel kan vertrouwen. Party! Wat doe jij in mijn kamer? Niks. Ik was iets vergeten. Je was wat? Mijn handschoen. Kom, we gaan lekker dansen. Hebben we daar nog tijd voor? Nog precies 1 uur voor je speech. Oh, spannend. Enorm spannend. Wat ben jij nou weer aan het doen? Ideetje van dokter Albert. Dat heb je hem verteld dan? Niks. Dat het allemaal onderdeel was van een moordspel. Maar toen vroeg hij of het moordwapen al hadden gecheckt op vingerafdrukken. En? Ik kan niks vinden. Dat, logisch, toch? Hadden we niet allemaal handschoenen aan vanwege het gemaskerd bal? Is dat zo? Hadden we allemaal handschoenen aan? Dat kan je makkelijk checken. Je hebt letterlijk vlak voor de moord nog een selfie gemaakt. Dat is waar ook. Nou. Goed voor jou. Even kijken hoor. Nee. Hij heeft handschoenen aan. Zij ook. Hij ook. Hé, wacht, kijk. Hij heeft geen handschoenen aan, dus hij kan het nooit gedaan hebben. Anders zouden er wel vingerafdrukken op zitten. Toch? Oké. Dan mag hij naar huis. Zo, weer een verdachte minder, dat scheelt. Nu zijn er nog maar 5, toch? Ja, maar we hebben nog maar 6 uur om de moord op te lossen, anders gaat alle juice omheen. Ja, de tijd gaat echt snel. Maar goed, jij en ik hoeven ons nergens zorgen over te maken, toch? Wil jij hem vertellen dat hij naar huis mag? Ik moet nog even iets anders doen. Ja, is goed. En? Wat kwam eruit? Ik weet het. Jullie hebben een bank beroofd. Nee. Nee. Nog leuker. Jullie zijn de buitenechtelijke kinderen van koning Willem-Alexander. Heel grappig, Steven. Laat ons gewoon met rust. Jongens, hier zijn jullie. Even jullie mag naar huis. Oh ja, ik zeker. Nee, het is... Aaron. Sorry, hoezo alleen Aaron? Als hij onschuldig is, dan ben ik dat toch ook? Zo simpel werkt het niet. Op het moordwapen, de allergieband, staat er geen vingerafdrukken. Apart? Niet echt. Want we hadden natuurlijk bijna allemaal handschoenen aan vanwege het gemaskerd bal. Behalve ik? Precies. Dus jij bent geen verdachte meer. Ja. Hey, tof jongens. Maar wacht even. Jullie zijn natuurlijk wel schuldig van iets anders. Gaan jullie daar nog wat aan doen? Of, Ja, dus? Als dat toch niet naar buiten komt, dan is dat toch prima zo? En volgens mij heb jij daar ook helemaal niks over te zeggen. Verder nog iets? Nee. Oké. Doei. Aaron.
Sorry, wacht. Ga je mij hier serieus zo alleen achterlaten? Zou jij ook doen, toch? Joe. Slechte tweelingbroer. Zullen we nog even een rondje lopen? Nee, ik ga koffie drinken. Hé, hey, zou je die zak voor mij open kunnen houden? Thanks. Dus, Aaron is naar huis? Ja, hij kan de moordenaar niet zijn. Maar waarom ben je eigenlijk zo fanatiek aan het schoonmaken? Hoezo? Best verdacht, toch? Ben je bewijsmateriaal aan het weghalen of zo? Nee, tuurlijk niet. Door al die juice krijg ik gewoon heel veel stress. En op deze manier kan ik alleen mijn hoofd leegmaken. Oké, wat jij wil. Weet je wat het is? Als die deur naar buiten komt, is mijn carrière echt voorbij. En alleen zo kom ik tot rust. Ja, chill. Oké, als je nog meer hulp nodig hebt, dan hoor ik het wel. Ja, zou je voor mij de afwas nog kunnen doen? Andere keer. Doei. Quinn, wacht even. Ben je boos dat Aaron weg is? Het is toch belachelijk dat hij me hier zo achterlaat? En hoezo mag ik niet mee? Ik bedoel, als hij onschuldig is, dan ben ik dat toch ook? Dat weet ik niet. Is dat zo? Ja. Ik ben niet de moordenaar van Emma Wortelboer. Al snap ik wel dat het is gebeurd. Ze heeft het absoluut verdiend. Dat zeg je toch niet? Het is wel zo. Ja, dat wel. Maar om te voorkomen dat haar juice alsnog uitkomt, moeten we die moord oplossen binnen 6 uur. Daarom zitten we hier. Sorry, hoezo we, hè? Mathieu en Chardonnay hebben zichzelf toch wel uitgeroepen tot rechercheur. Daar hebben wij helemaal niks mee te maken. Als ik naar huis wil, dan ga ik gewoon naar huis. Ja, maar dat gaan Mathieu en Chardonnay geen goed idee vinden, Mathieu toch? Mathieu en Chardonnay kunnen me moeilijk tegenhouden. Wacht even. Jij hebt gelijk. Ik ga met je mee. Ja, wacht. Heel goed. Niemand mag je hier vasthouden. Niemand. Precies. Ik ga gewoon naar huis. Ik heb niemand vermoord. Vermoord? Wie is er vermoord? Er is niemand te zien. Oké, kom op. Snel. Hé, wat is dit nou? Hij doet het niet. Och, ik heb wel een ideetje. Simsalabim, wegstartkabel. Wat dachten jullie nou? Hè? Dat jullie zomaar weg konden gaan? Dit maakt jullie echt heel erg verdacht. Jullie begrijpen dat ik dit moet rapporteren. Heb jij een nootje gegeten? Ik denk het. Hoezo? Wat? Waar is mijn pen? Ik kan je verzekeren dat dit shot vitamines je vandaag niet teleur gaat stellen. Het is namelijk extra juicy. De juice van de juice van de juice juice. Juicy, juicy, juicy. Wat is Emma toch intens gemeen. Walgelijk is ze. En toen kwam Mathieu binnen. Ja? Hij heeft een foto gemaakt van Emma. Van haar lijk. Wat? Is het gejat? Emma's juice.